Er is een gat van 100 miljoen. De kasreserves zouden moeten zijn 426 miljoen om precies te zijn. Aanwezige financiële instrumenten om direct liquide te maken ongeveer 330 miljoen. Dus een gat van 100 miljoen. De kasreserveling is internationaal, maar het is gewoon het is dit keer misbruikt. Het is misbruikt. Niet dat de regeling niet goed is, men heeft bewust de regeling misbruikt. En daarom ringt de schoenen. Niet de structuur is verkeerd, maar het misbruik van het overtreden van de regels is verkeerd geweest. En de aansprakelijkheid wat ons betreft is de centrale bank. Wij hebben geld bij de centrale bank gezet. Wij hebben afspraken met de centrale bank. Wij hebben gesprekken met de governor gevoerd en zijn team. Voor ons zijn zij de personen die het voorschrift hebben overtreden. Ze hebben onterecht, zonder onze toestemming, en het voorschrift overtreden. Het voorschrift is duidelijk. Je mag niet aan de middelen komen. Het moet geïnvesteerd worden in minimale instrumenten van A. Minimale instrumenten met de A-rating. Dat hebben ze niet gedaan. Waarvoor kan de kasreserve wel gebruikt worden? Want het is duidelijk dat het niet voor basisgoeder is. Nee. Dat mag voor niets gebruiken. De kasreserve moet prudent beheerd worden. In het voorschrift en in de investment policy is het kader aangegeven van hoe die middelen belegd worden. Het moet in het buitenland aangehouden worden, niet in Suriname, in het buitenlandse beleggingen die aan een minimale kredietwaardigheid voldoen. Minimale rating, credit rating van single E dingen. Daaraan moet het voldoen in waardeinstrumenten of in tegoeden bij banken die die rating hebben. Dat is het voorschrift. En dat is dus niet nageleefd door de centrale bank in deze. Op dit moment focussen op de vraag, wat hebben ze met de middelen gedaan en waarom hebben ze het gedaan? Is een belangrijke vraag die beantwoord moet worden. Maar voor ons was het een hogere prioriteit om het geld van onze klanten veilig te stellen. Eerst veilig stellen en daarna gaan we de rest van de zaken oplossen. Dus de focus de afgelopen week, anderhalve week, is gericht geweest op wat is er nog, dat veiligstellen, welk deel wat er niet is, 100 miljoen dollar van de kasreserve, welke afspraken maken we daar zodat we die terugkrijgen en dat we daar ook de nodige zekerheden, waarborgen hebben, dat we dat terugkrijgen. Maar laten we één ding duidelijk zeggen. We gaan dit niet zo laten, omdat het gaat om het vertrouwen die in ons gesteld is en die wij in de centrale bank gesteld hebben. Wij gaan het niet zo laten en we zijn ons aan het beraden, hebben we ook in het persbericht uitgegeven, om juridische stappen te ondernemen. Daar mag u van overtuigd zijn. In onze ogen is de gewezen governor, de heer Van Trik, de hoofdverantwoordelijke hiervoor. Ja. De hoofdverantwoordelijke hiervoor. Hij is degene die vanuit de centrale bank onze counterpart was, waar de gesprekken mee gevoerd zijn, waar de afspraken mee gemaakt zijn. Als u geld bij onze bank plaatst en er wordt op deze grove wijze geld weggemoffeld, dan ben ik ervoor aansprakelijk. De topman is ervoor aansprakelijk. De RVC houdt toezicht. Ze hebben een bepaalde verantwoordelijkheid. Dat geven we toe. De minister heeft een bepaalde verantwoordelijkheid. Maar per slot van rekening kan ik door niemand onder druk worden gesteld om fraude te plegen of geld weg te moffelen van mijn klanten. Dat treed ik af. Ik kan niet onder druk worden gezet om geld weg te halen van bankrekeningen van klanten. Dat treed ik af en ik maak het publiekelijk bekend. Maar tot nu toe heb ik geen enkele publieke statement gehoord. Ik wil ook erop wijzen dat, en ook ervoor waken, dat we het hele instituut van de centrale bank, de moederbank, onnodig
onnodig beschadigen. Natuurlijk is ons vertrouwen aangetast. Natuurlijk zijn we boos en verontwaardigd. Ik wil voorkomen dat er een beeld geschetst wordt van een evil organization. Daar is denk ik geen sprake van. Desalniettemin, we moeten verder met diezelfde centrale bank. We moeten verder, want die centrale bank gaat niet verdwijnen. Die centrale bank is bij wet de moederbank. We kunnen vingers naar elkaar blijven wijzen, maar dat lost het probleem niet op. Wat is gebeurd, mag nooit meer gebeuren. En daarom gaan we rechtsmaatregelen treffen. En we pleiten voor een hernieuwde, dus een modernere wet. Waarin er veel meer checks en balances zijn binnen die centrale bank. Dan er nu is een all-almighty governor. Yes. Oké. Okay. Ja, okay. Jullie kunnen ervoor nadenken dat we net zo serieus mee omgaan.